Ja, goeiedag. Ik gok dat ik nu live ben. voor mij is het een beetje nieuw, voor jullie is het waarschijnlijk ook nieuw. Nou, ik zie dat het nog niet begonnen is. Ja. Ik ga ervan uit dat ik nu live ben. En ja, dit is natuurlijk een experiment voor ons allemaal. Ik hoop, ja, er kunnen natuurlijk dingen misgaan. Neem het me niet kwalijk. Dat hoort er allemaal bij, met dingen uitproberen. Ik heb alle foto's, die heb ik in Lightroom gezet. En daar staan ze op in alfabetische volgorde. En ik ga even, ja, de verschillende groepen ga ik even langs. Maar ik wil eigenlijk eerst even een kleine introductie geven. Namelijk waar wij als jury op hebben gelet. We hebben natuurlijk naar de foto's gekeken en de foto's allemaal stuk voor stuk een serieuze beoordeling gegeven. Maar wat we ook hebben gedaan, is gekeken naar hoe jullie met thema's omgegaan zijn. Hè, hoe je dat hebt aangepakt. En dat zit als een rode draad eigenlijk door deze presentatie heen verweven, van hoe jullie dat... Ja, wat wij ervan vinden, van hoe jullie tot een idee zijn gekomen, voor zover we dat kunnen raden, en hoe jullie verder gewoon dat idee gehanteerd hebben. Ik begin met alles in de wind. Maak het even helemaal vrij. Hè, hier zien jullie al die foto's, alle foto's van die club, die dat heeft gedaan. Alles in de wind is... visueel gezien best wel een slim gekozen thema. Dat zijn dus de dingetjes, dat is iets van wat ons opviel. Want je maakt, wind is op zich niet zichtbaar. En met een beetje spel en een beetje vindingrijkheid kan je bewegende lucht wel zichtbaar maken. En ja, dat is natuurlijk fascinerend en intrigerend. Van ja, hoe doe je dat dan? En dat heeft deze 8 foto's opgeleverd. En ik ga ze gewoon eventjes allemaal apart bekijken. We hebben hier een foto van een kaars met een vlammetje die beweegt. We hebben hier confetti. Of nee, het is geen confetti, maar van die slingertjes. Een beetje van het carnavalachtige spul. Hier zien we bewegende halmen en bewegende windmolens. En die zijn waarschijnlijk met een lange sluitertijd, met een grijsfilter of zo opgenomen, waardoor je die beweging goed ziet. Hier een plastic zak in een boom. Hier bewegende vlaggen. Een afzetlint. Een kapotte paraplu. En de wind in het haar met iemand die een meisje dat haar ogen helemaal dicht houdt. Vanwege die wind ook weer. Hè. Ze heeft haar ogen dicht, mond dicht, spanning op het gezicht. Ik ga weer even naar het geheel terug. En dan zie ik zo'n idee. En dan denk ik van, daar hebben jullie over vergaderd. Deze club die heeft erover vergaderd. Die hebben bedacht van, hé, dat gaan we doen. Zijn eigenlijk tot een best wel fascinerend idee gekomen dus, hè, wat wij dus vinden. En dan gaan jullie aan de gang en dan doen jullie eigenlijk allemaal hetzelfde. Hè, er zit eigenlijk heel erg weinig variatie in wat jullie doen. Eigenlijk is in alle foto's iets te zien wat in de wind, in lucht gaat bewegen en wat dan inderdaad ook in de lucht beweegt. En als je daarover gaat nadenken, hè, van hoe je zoiets aanpakt, en dit geldt voor alle clubs, dit geldt in het algemeen, dit gaat over ideevorming, dus dit is niet alleen voor deze specifieke club, maar voor iedere club bedoeld. Als je zo'n idee
krijgt voor een foto, hè, binnen zo'n thema, dan moet je niet te veel haast maken met het gaan uitvoeren. Wat je doet, is je krijgt een idee en het beste wat je dan kunt doen, mijns inziens, is dat die idee even parkeren. En dan gaan denken van, en je denkt erover na, je bedenkt van wat je van zo'n idee vindt, en je laat het bij wijze van spreken een halve dag of een dag een beetje in je hoofd rondzoomen. En dan ga je dat als basis gebruiken om te kijken of je nog een ander idee kunt krijgen. Want dat eerste idee, en dat is eigenlijk het idee van wat hier is uitgevoerd, dat is het idee wat 90% van de mensen zal krijgen. Dus dat is eigenlijk van wat je verwacht. En daardoor levert het niet echt een grote verrassing op. Hier zit niet iets bij van wat de meeste mensen bij andere clubs ook niet hadden bedacht. En daardoor gaat de score voor het idee, wat die aanvankelijk heel goed was, dus ook weer een beetje omlaag. De follow-up op het centraal bedachte idee is eigenlijk wat minder fascinerend als dat we hadden verwacht voor alle foto's. Kijk je naar die foto's, hè, ik loop ze nog een keertje door, dan zijn het best gave foto's. Hè, dit is mooi genomen met zo'n zwarte achtergrond, heel erg minimalistisch. Hier met die lintjes ook een zwarte achtergrond, beweging erin. Hè, allemaal effecten, weet je wel, die fotogeniek zijn. Hè, met die bewegingsonscherpte in het beeld en dat doorbelichten als het ware. Hier met dat grijs filter, die twee effecten die erin zitten. Hier zit ook een klein beetje een effect in en het is een halve landschapsfoto en een halve voorwerpfoto. Wat vaak ook heel erg... visueel heel erg sterk kan werken, wat ook best mooi is uitgevoerd. Hier prachtig met die kleuren gespeeld. Ja, en dan ook een hele zware, indrukwekkende lucht. Hier ook weer die prachtige bewegingseffecten erin. Hè, visueel spektakel. Hè, hier ook weer beweging erdoor, bewegingsontscherpte erdoor. Visueel spektakel zit in al deze foto's wel. Hè, dus dat is het niet. Op vormvlak zijn deze foto's heel gaaf, maar inhoudelijk en qua verrassing zijn deze foto's, dan denken wij van, we zijn heel streng geweest hoor, dan denken wij van, ja, had nog wel een tandje beter gekund. Dan ga ik eventjes door. Ik ga door naar de volgende. Dus alfabetische volgorde, alles in de wind begint met een A. Nu komen we met de B van bevrijding. Dus dit is niet de volgorde van scores, om het maar zo te zeggen. Dus ik verklap nog niks om het maar zo aan te geven. Eens even kijken. Hoe doen we dit? Zo hebben we weer alle foto's bij elkaar. Bevrijding. En bevrijding is eigenlijk een beetje ja, een heel algemeen onderwerp. Ik denk dat het een onderwerp is van waar men in clubs, waar je ook wel snel op komt, hè, om dat aan, om zo'n het is een algemeen thema, om het maar zo te zeggen. Dus hier zit het beginwerk. Is allemaal niet zo wereldschokkend, om het maar zo te zeggen. Maar de uitvoering daarentegen is wel weer heel erg interessant. Dus kijk even mee. Ik zet eventjes dit beeld groot. Hier zien we een foto van mensen die gewoon als het ware door een soort lichttunneltje gaan. He, ze gaan van donker naar het licht. He, dat is een hele mooie... visualisering eigenlijk van het abstracte gevoel van bevrijding. He, je gaat vanuit een benauwde positie naar een hele lichte positie, van donker naar een soort hemel, om het maar zo te zeggen. Het is prachtig uitgevoerd, het is een hele mooie foto. Met heel gaaf die bomen in beeld, heel gaaf die mensen in beeld, handje in handje ook nog eens een keer. Gewoon
gaaf gedaan. Een mooie interpretatie, een hele klassieke interpretatie ook van dit beeld. Er zijn bij bevrijding, als je gewoon door de loop van de geschiedenis gaat kijken, meer mensen die dat zo hebben laten zien. Prachtig uitgevoerd. Maar hier hebben we een totaal ander beeld. We zitten te kijken naar een kamp, of naar een hek met barbed wire, met prikkeldraad. En de hek staat open. Maar de prikkeldraad is er ook. Je kijkt van buiten naar binnen, lijkt het. En ja, dat zijn eigenlijk wel gekke dingen. He, dus er zitten allerlei cues in, sleutels in, die met bevrijding te maken hebben. Die poort, dat prikkeldraad. En tegengestelde boodschappen. Dat prikkeldraad is onvrijheid. Die openstaande poort is juist weer wel vrijheid. De poort staat open naar binnen. En wij kijken naar binnen. Dus we kijken eigenlijk naar de onvrijheid toe. Vanuit de vrije situatie. Dit is qua foto is, dat denk je van, ja, waar zit ik naar te kijken? Naar een hek en een paar barakken. Maar in dit thema is dit een eigenlijk best wel een gave foto, die echt wel hele interessante soort puzzelachtige associaties oproept. Dus heel goed gevonden. Dus het is een doordenkertje. Daar houden we wel van. Dat geldt ook voor deze. Dit is een foto die je bij bevrijding eigenlijk helemaal niet verwacht. Ik denk dat dit ook een foto is waarvan je, als je met het thema bevrijding aan de gang gaat, niet denkt van, oké, laat ik eens gewoon wat mensen op een tank gaan fotograferen. Maar als je zo'n foto hebt, en je zit te broeden op dat thema, dan kan het dus met een beetje open mind, kan zo'n foto ineens naar boven komen. En wij vonden dit dus echt een hele goede vondst. Hadden dit is echt een tweede generatie idee. Hè? Ik had het er net over. Hè? Dat er zijn ideeën die mensen gewoon direct krijgen. Die hebben 90% van de mensen. En er zijn ideeën die daarop gestapeld zijn. Of die daarvan afwijken. Die net een stap verder gaan. Weet je, als je die eerste idee hebt gehad. Dan komen die tweede ideeën. En voor mij hoort dit daarbij. Dit is echt een verrassing. En dit is een foto waarvan je gewoon waarbij je zo'n ervaring kan krijgen van, zo kan je het ook zien. Wat zien we hier? We zien hier een tank. En dat is een soort monument. Tank hoort bij oorlog. Hoort bij bezetten, maar hoort ook bij bevrijden. En daar zien we burgers opstaan. In een omgeving die verder niks meer met oorlog te maken heeft. Geen ruïnes, kapotte zaken. Nee, gewoon alles is, als er een oorlog is geweest, is het heropgebouwd. En die mensen die staan erop. Wat een heel erg relativerend idee geeft over oorlog. Oorlog is verschrikkelijk erg. Maar aan deze mensen zie je gewoon ook dat je er een soort afstand van kan nemen. Dus ik vind dat eigenlijk wel een hele goede vondst. En niet alleen ik, dat vond Monique ook. Monique Zwart, dat was mijn medejurylid. Dat is een mentor uit het zuiden van het land. En we hebben met z'n tweeën hebben we die jurering gedaan. Wij vonden deze echt heel gaaf. Dit is ook heel mooi. Dit is wat meer voor de hand liggend. Maar het is geweldig gaaf gedaan. En het spreekt. Het spreekt echt. Het komt echt over. Het heeft gewoon power en zeggingskracht, om het maar zo te zeggen. Een kooi waarvan het deurtje open is gereed, bij wijze van spreken. Zo, die suggestie krijg je een beetje. Nou, het deurtje zit aan de zijkant, maar er zitten nog wat dingetjes bovenop. Hè, waarbij het vogeltje gewoon weg is en eruit is gekomen. En dit is dan wel weer een doordenkertje. Daarachter staat een hek. En daarachter is open ruimte. Dus in eerste instantie is deze foto gewoon, dan denk je van, duidelijk verhaal. En dan komen die twee dingetjes er nog wel bij, die eigenlijk wel een hele mooie nuance geven. Top. Dus dit zijn allemaal, in dit thema zitten dus heel veel mensen die gewoon echt een schep bovenop hebben gedaan.
Vonden wij heel goed. Hier, een paard. Loopt los, geen ruiten meer. Die is weg. Auto erbij. He, wat eigenlijk voor vroeger vonden wij als mensen de bevrijding op het paard, nu in de auto. En ja, je wordt eigenlijk een beetje gesuggereerd om een verhaal in die richting te kiezen. Maar je kunt ook andere verhalen bij deze foto maken. Maar allemaal zitten ze wel een beetje op dat terrein. He, je kunt ook zeggen vanuit de ruiter denken van oké, die ruiter die is dus afgegooid. Van, wat betekent dan bevrijding voor hem? Weet je wel, dat soort dingen. Je kunt hier meerdere kanten mee op. En ja, daarmee gewoon een zaadje zou je kunnen zeggen, laat ik het maar zo zeggen, dat je gewoon op het onderwerp van bevrijding gewoon laat associëren en bezig laat gaan. Mooi. Dit is een wat voor de hand liggende beeld. Dit is wel een beetje van wat je bedenkt bij bevrijding en het is mooi uitgevoerd. Dit is een beetje gedaan in de stijl van, laat ik het zo zeggen, in de jaren 50, 40 waren er veel kunstwerken die gewoon op deze manier gewoon heel essentieel en krachtig emoties lieten zien. En dit is daar een soort wederopstanding van, zou je kunnen zeggen. Mooie foto. Maar die foto's hiervoor, die vonden wij fascinerende. Dit is een collage met een soort Bijlmer-achtige gevangenis, gok ik. Grote muur bekleed. Ramen doen een beetje aan de gevangenis, denk ik. Ik denk dat de maker hier duidelijk ideeën heeft gehad in die richting. En met meer aan de zijkant. Het gaat hier om de tegenstelling. Gaaf, interessant, mooi uitgevoerd, ook met dat kleurenpalet. Hè. Overal, de meeuwen zijn normaal wit, maar hier zijn ze een beetje beige-achtig geworden. Ja, dat past ook allemaal heel mooi bij elkaar, dus visueel een mooi geheel geworden. Maar ook deze heeft niet die finesse, die foto, inhoudelijk gezien dan, die eerdere foto's hadden die ik besproken heb in deze serie. Deze vonden Monique en ik ook heel erg mooi. Collage. Een foto van het gezicht, half. De bovenste helft zie je niet, die is eigenlijk open, die is verdwenen. En daarmee is de geest als het ware vrij, zou je kunnen zeggen. En dat wordt weer op een andere manier nog een keertje weergegeven door die weglopende vrouw. Inhoudelijk interessant, visueel heel erg interessant. Is gewoon een goede foto. Ik ga weer eventjes door. Want dit is denk ik de laatste in deze serie, naar de volgende club. Komen we bij energie. Het als qua thema ligt, hè, om dit te bedenken op een vergadering of bij een brainstorm, ligt energie een beetje op hetzelfde vlak als bevrijding zou je kunnen zeggen. Het is ook een klassiek thema. Het is een thema wat mij niet verbaast. Dit is gewoon voor de hand liggend om dit thema te nemen. En het is een thema wat net als bevrijding gewoon allerlei mogelijkheden geeft in de uitvoering en alle interpretaties mogelijk. En ik ga eventjes kijken, want ik loop ze even langs. En wat ik zie is dat een aantal mensen ervoor een kans hebben gezien om gewoon om hele dramatische foto's te maken. En dit is er een voorbeeld van. Deze foto met die wolken erop en de licht en die kleurzweem. En dat landschap, ja, die spettert. Het is een krachtig beeld. Echt een hele sterke, krachtig overkomende foto. Van een, naar ik aannem, stripmijn, zoals je ze in Duitsland bijvoorbeeld wel ziet. Waarbij het hele landschap eigenlijk als het ware ten opzichte voor onze energie wordt verwoest. Dus hier wordt, gok ik, bruinkool geoogst. Spectaculaire foto, gaaf.
Gaaf om te zien. Kom ik bij deze uit en dit is eigenlijk precies hetzelfde. Ook spektakel gezocht, ook in de wolken trouwens. Het is natuurlijk een totaal ander beeld, hè. Maar toevallig wordt met dezelfde visuele middelen als het ware gewoon het beeld krachtig gemaakt. Dus wolken, een lichtkleur, hè. Hier zit ook een kleurzweem in. Hier is het beeld op een hele aangename manier geel. Hè. Zweem bedoel ik niet negatief. En prachtige silhouetten erin, zit een atmosferisch perspectief in. Prachtig uitgevoerd, hele gave foto. Hier een koeltoren bij een energiecentrale. Met fotogenieke rook erbij. Deze heeft wat minder spektakel als die eerste twee foto's. Maar ik heb als kijker wel het gevoel dat deze foto wel enigszins dramatisch is bedoeld. We hebben deze foto van een of andere transformator achter. Ja, wat is het? Een gas. Ik denk dat het iets slochterachtigs is, om het maar zo te zeggen. Iets dat met onze gaswinning te maken heeft, of oliewinning, of wat dan ook. Met heel veel ritme, als het ware, vastgelegd. Je hebt ritme in dat hek. Hè? Dat had je als fotograaf, had je dat niet op hoeven nemen. Is hier wel gedaan. Waardoor je een soort terugkerend ritme hebt in dat hek, wat je ook weer terugziet in die installatie daarachter. De kranen die erbij zitten, weet ik wat allemaal. Iedere keer, hier wordt heel erg gespeeld met ritme. Dus hier wordt ook als het ware een vorm... register opengetrokken. Hier windmolens en vogels erbij. Kleurzweempje erin. Een horizonlijn. Vogels in silhouet. Deze foto is ietsje anders, omdat deze wat minder om de vorm gaat en wat meer om het onderwerp zelf. Dit is wat registratiever. En hier valt ook wat te lezen. Dus hier wordt deze foto is eigenlijk een uitlegfoto. Hierin krijg je heel erg duidelijk mee waar het over gaat. Oh, daar staat er eentje over. Een waterkrachtcentrale in een landschap. Heel bruin water, mooie bruine tinten in het beeld. En zonnepanelen. En wat je dan ziet is eigenlijk in het totaal, want ik denk dat ik ze nu allemaal gehad heb. Wacht even, ik moet het anders doen. Zie je eigenlijk iedere keer ongeveer dezelfde aanpak. En dus in de follow-up zou je kunnen zeggen, heeft deze club, net als die eerste club, is niet in een hogere versnelling gegaan. Er is niet iets bovenop gegooid. Alle energievormen, misschien is het ook wel zo afgesproken. Hè? Jij doet deze energievorm, jij doet die energievorm, want het is een totaalplaatje geworden. Maar het is niet een soort afspraak dan, als het zou zijn afgesproken, of als het zo achteraf geselecteerd is en het toen als het ware tot een afspraak is gekomen, waarbij je inhoudelijk extra diepte in het onderwerp legt. Dus hier zit daardoor niet dat fascinerende en dat verrassende effect in van wat wij bijvoorbeeld bij die foto van die bevrijding wel zagen. Terwijl als je onafhankelijk naar iedere foto apart gaat kijken hier, gewoon echt geweldige foto's zien zitten. Dus op dat aspect, op het aspect van, wat moet je zeggen, van hoe ga je om met een thema, heeft deze groep niet zo goed gescoord. We gaan even verder. Komen we bij genegenheid. En genegenheid kun je natuurlijk aan van alles en nog wat denken. Het is ook een algemeen onderwerp. Maar hier dekt de titel. Die dekt niet de volledige afspraak, heb ik het idee. Want ik denk dat binnen deze groep heeft afgesproken, deze club, van we noemen het genegenheid, maar we gaan binnen dat thema genegenheid, gaan we iets heel specifiek pakken en het op een hele specifieke manier aanpakken. Want de meeste van deze foto's gaan over genegenheid naar kinderen toe
En de meeste van deze foto's, ik zal het even iets anders in beeld zetten, dat jullie foto's beter kunnen zien. Ja, zo heb ik ze. Ja, nou, ik krijg de linksboven en rechtsboven nu. Maar goed, jullie krijgen ze toch zo te zien. Zie je het bovenrandje, het onderrandje ook. Die gaan over genegenheid tussen generaties. En ze gaan over psychologie. Ik loop ze even langs. Ik vind deze foto geweldig. Dat heel mooi. En ook echt een bijzondere vondst. Dit is echt zo'n tweede generatie idee om gewoon dat spel van die genegenheid via voeten te laten zien. Een grote voet en een kleine voet. Dan zie je dat gezichtje er nog achter. En dat is weliswaar onscherp. Maar dat maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Deze foto vertelt gewoon zijn verhaal. En dat verhaal is verrassend. Dus dit vonden wij een erg mooie vondst. Hier zie je een opa en zijn kleinkind, gok ik. En dan hoop ik dat ik niet iemand beledig. Hè? Dat zou ook nog maar zomaar kunnen. Volle emotie tussen die twee. Dat zie je op een aantal andere foto's, zie je dat ook terug. En ik lijk er nou een beetje overheen te walsen. Een beetje snel overheen te stappen. Maar die volle emotie laten zien, dat is zo makkelijk nog niet. Mislukt heel erg makkelijk. Dat is niet iets van wat vanzelf goed gaat op een foto. Soms komt het overdreven over, soms komt het krampachtig over. Je kunt in de foto kun je allerlei dingen door die fotografie die erin zit er doorheen krijgen, waardoor je die emotie gewoon er als het ware iets tussen gaat zitten. Waardoor het wat kunstmatig wordt. En dat heeft deze foto niet. En dat hebben dus heel veel van de foto's in deze serie hebben dat niet. Ze laten die psychologie van die genegenheid laten ze gewoon echt heel erg goed zien. Nog eentje. Een oma achter de looprek. Kindje erbij. Nog wat boompjes erbij. Ze kijken naar elkaar. En kindje lacht een klein beetje. Oma heeft een lichte glimlach op het gezicht. En dus helemaal niet geen overdreven emoties. Eigenlijk best wel subtiele emoties. Maar het werkt als een tierenlier. Hartstikke mooi gedaan. Hier, vergelijkbaar. Het zit erin, maar hier is het ietsje afwezig. Om twee redenen. Voel je een beetje afwezigheid in de emotie als kijker. Hè? Je wordt er niet echt in betrokken. Omdat het kind en die man allebei niet... Je ziet hun ogen niet, dus ze zijn eigenlijk een beetje afwezig, afzijdig voor de camera. En die man kijkt ook niet naar dat kind. Dus kijk je naar deze reeks foto's, dan kan deze één vinkje net niet aantikken. Maar goed, dat is één vinkje, want voor de rest zit het hier ook wel weer in. En wordt het ook op een symbolische manier een beetje uitgespeeld. Er wordt een spelletje gespeeld, bijvoorbeeld, en dat soort zaken. En dat zijn ook dingen die daarbij horen, bij die genegenheid. Bij deze foto, vergelijkbaar verhaal als bij de vorige. Daar zit het ook een beetje in. Bij deze foto heeft als pluspunt dat hele mooie naturele licht. Bij de vorige was het licht geflitst. Waarbij je eigenlijk ook met de vorm... de vorm niet echt helpt bij de inhoud. Hè. Dat flitslicht is niet iets van wat je emotie... flitslicht wordt een beetje gezien als koel, koud licht, om het maar zo te zeggen. En ja, dit is natuurlijk realistisch licht, waardoor je gewoon ook een realistischer gevoel krijgt gewoon bij dat hele gebeuren, bij die emotie. Hier een foto waar heel erg slim gebruik is gemaakt in de compositie van die touwen. Helemaal prachtige verticalen in het beeld. En dat is heel erg mooi met die handen gedaan. Grote hand, kleine hand.
Ze zijn bezig met. Ze kijken naar onder, dus ze zijn heel erg gespannen bezig met die activiteit. Dus daarmee zit ook een klein beetje die afwezigheid in deze foto, die in die vorige twee foto's ook zat. Maar ook hier is het gewoon maar één vinkje, hè? Dit is een kanttekening. Wij zijn heel streng geweest als jury, dus ik zeg het ook gewoon allemaal maar. Dat hoor je ook te zijn, denk ik, een beetje als jurylid, en dan horen jullie dat ook te weten te krijgen. Dus hier zit dat vinkje. Dit had op dat vlak nog een beetje beter kunnen zijn. Ja, ik zie hier een opmerking. Ik vind het moeilijk om ook nog, terwijl ik aan het bespreken ben, jullie zaken allemaal mee te lezen, maar ik zie hier een opmerking over het ik zie het eerste staan van, zou dit de clubleden met hun kleinkinderen zijn? Wat natuurlijk zou kunnen, maar dat kan iemand van die club ongetwijfeld vertellen. En ik zie ook een opmerking van, je staat er een nummer op dat armbandje. Ja, ze hebben natuurlijk, dat is ook wel iets van wat speelt. Je ziet hier een armbandje en je ziet een horloge in deze foto. En je hebt al heel snel de neiging om daar iets symbolisch achter te zoeken. Misschien zit dat er ook in. Ik heb zelf het idee dat het gewoon toeval is. In fotografie heb je altijd heel erg veel toeval dingen. En dat is, kijk maar mee in deze foto. Er staat hier het nummer 1751 in. Er staan de letters SU in. Het haar van het meisje gaat toevallig voor het gezicht langs. En dan kun je denken van ja, daar zegt de fotograaf iets mee. Maar dat kan dus ook gewoon zijn dat die fotograaf daar gewoon helemaal niet mee bezig is. En dat het gewoon in die foto staat. En dat hij zijn concentratie heel erg legt op gewoon die twee generaties bij elkaar. Hè? Zo kan dat werken. Dus ja, dat ligt een beetje bij de kijker of de maker. Die kan het ongetwijfeld vertellen van of die armbandjes hier iets in het verhaal een betekenis hebben. Ik ga ondertussen even door. We hebben hier weer een prachtige foto van twee mensen die samen iets aan het opbouwen zijn, aan het spelen zijn, iets in elkaar aan het zitten zijn, gebruiksaanwijzing erbij, weet ik wat. Prachtig licht. Alle twee prachtig haar, trouwens. Kijk naar deze foto. Hè? Dat haar dat speelt een speelt een tintelende rol in deze foto, om het maar zo te zeggen. En ook heel mooi met die handjes. Die twee handen bij elkaar, dat kleine handje en dat grote handje, dat is waar de foto om ook echt wel een punt is van waar je gewoon, je kijkt naar die gezichten en uiteindelijk kom je gewoon vanzelf gewoon bij, via die speelgoed, blijf je bij die handen hangen, zoals dat gaat. Ik zie al een opmerking hierover, over die armbandjes van de net, helpende handen tijdens een survival run. Nou, hier weer een prachtige foto. Oma met een kindje, prachtig in de tonen, en heel gaaf met die blik van dat kind. Die als kijker vanzelf trekt. De emotie die komt door, je ziet haar ogen niet, maar je ziet het aan de mond van de oma. En dat naar voren buigen. Maar het leuke aan deze foto, verrassend dingetje, is eigenlijk gewoon van wat het kind met die hand doet. En daarmee heb je gewoon twee handen in het beeld, waarbij die hand van het kind natuurlijk het belangrijkste is. En gewoon heel speelt. Als je heel mooi werkt. Nou, wat je krijgt, ik ga weer even naar het overzicht toe. Is een serie die echt een soort teamwerk is geworden. Dat vonden wij dus wel een hele opvallende in deze. Je ziet hier 8 foto's die heel erg mooi met elkaar integreren. En er is dus iets gebeurd in het afspreken, voorbereiden of achteraf selecteren, hè, van welke foto's je gaat gebruiken. Wat deze serie een overstijgende functie heeft, effect heeft gegeven, een overstijgende dimensie. Het vertelt samen gewoon een heel mooi psychologisch verhaal. In een hele mooie, klassieke
zwart-wit stijl. Hè? Want het is niet alleen gewoon maar puur in zwart-wit overgezet. En die foto's die hebben ook gewoon allemaal dat klassieke. Ja, mooi. Gewoon gaaf. En dat zijn dus gewoon, dat zijn dingen die gewoon zo'n serie pluspunt geven. Dan gaan we naar de etalage. Eventjes naar... Zo hebben ze allemaal in beeld. Zoals ze er even op zetten, dat jullie de onderste foto's ook goed kunnen zien. Deze club heeft gekozen voor het thema etalage. En etalage heeft in de geschiedenis van binnen de Fotobond, van de amateurfotografie in Nederland, hebben etalages en paspoppen een hele belangrijke rol gespeeld. Een tijd terug, in de jaren 70, waren paspopfoto's razend populair. Net zo populair als op het moment foto's met grijs filters zijn en museumfoto's bijvoorbeeld. Foto's in musea interieur gemaakt. Je hebt vaak van die trends. Dit haakt een beetje voor mij een beetje, omdat ik dat weet, hè, dan krijg je dat, haakt het een beetje terug op die trend van toen. We vonden toen pasfoto's, paspoppen en etalages in het algemeen, als entourage waar zo'n paspop in past, heel erg fotogeniek. En ik denk dat dit thema ook op zijn fotogeniteit is gekozen. Hè, een thema waarbij je als fotograaf in vormen en ook wel inhoudelijk wel echt wel een feestje kunt vieren. Hè, daar kun je gewoon leuke dingen in doen. Dus ik ga gewoon eens even langslopen. Ja, hier een foto van een pop voor grote glazen bollen. Spiegelende bollen. Als je heel erg goed kijkt, dan zie je de fotograaf er ook nog in. Maar zo klein dat je hem of haar niet kunt herkennen. In ieder geval. Ik wil even zitten kijken, maar ik kwam er niet uit. Misschien een van jullie wel. Of meerdere van jullie. Dus hier wordt die glazen bollen is natuurlijk, er zit ook weer spiegeling in. Hè? Er wordt door een raam gefotografeerd. Hè? Je ziet daar ook nog gebouwen in. En het spel zit hem eigenlijk op het fotogenieke van die glazen bollen, van wat hij verder met die foto doet. Je ziet daardoor die achtergrond van die pop, achterkant van die pop, zie je bijvoorbeeld nog een keer, je ziet een andere pop erbij. Allemaal van dat soort zaken. Het is ook een etalage. Etalages worden ingericht door professionals in het algemeen. Dus er wordt heel erg op kleurstellingen gelet. En hier speelt gebroken wit een heel erg belangrijke rol. Lift je als fotograaf op mee. Dus dat wordt ook een kracht in jouw foto. Dus ja, we hebben hier gewoon een mooi ogende foto gekregen. Met een verrassend effect erin. Hè? Dat visuele effect door die weerspiegeling, die weerkaatsing. Prikkelt, het ziet er gaaf uit. Is het een verrassing? Voor ons niet echt, voor Monique en mij. Wij hebben foto's met weerspiegelingen, met weerkaatsingen, met ontworpen ruimte. Ja, het zijn allemaal thema's, eigenlijk vrij algemene thema's die in deze foto samengeclusterd worden. Maar geen daarvan is nieuw. En de combinatie is ook niet echt nieuw. Dus geweldig om te zien, prikkelend, maar niet verrassend. Ga door naar de volgende. Hier wordt heel erg gespeeld met licht en met perspectief. En je ziet die middelste pop ook weer in een spiegeling, zie je die terug. Er zit heel erg geel licht op. En dat zie je in etalages wel vaker. Dat is gewoon met gekleurd licht. En dan vooral met geel licht. Hè? Dat ouderwetse warme licht wat we van vroeger van de gloeilampen kenden. Hè? Dat ze dat gebruiken om een warm gevoel te creëren in een etalage. Dan zie je nog een hoofd erbij. En daar kijken we tegenaan. En dat is net niet helemaal in dat beeld gekaderd. Wat mij een klein beetje in verwarring brengt, want dan denk ik van wel of niet.
Wil je dat hoofd wel laten zien of wil je het niet laten zien? Ik denk dat dit hoofd er echt bij moet. En als deze foto gewoon net wat meer opgeschoven wordt, dat het echt een soort drie-eenheid wordt van zo'n drie musketiers, weet ik wat, ik noem maar wat. En dan wordt het echt drie koppen. Dan gaat het echt werken. Kijk je naar het perspectief in deze foto, en dan is dat een andere krachtpunt. Het licht, met die schaduwen, het heel mooi werkt. En je hebt dat groothoekige perspectief wat ook kracht geeft aan dit beeld. Net als de vorige is dit een foto waarbij vooral op vorm wordt gespeeld. Dus bij deze minder. Hier zit ook een verhaal in. Je hebt hier die poppen in de etalage. En je hebt mensen die ervoor lopen en het wordt een beetje gesuggereerd dat ze naar elkaar kijken. Dus niet dat die mensen alleen maar naar die poppen kijken, maar dat die poppen ook naar die mensen kijken. Dat is een gave vondst. Dat is echt een goed idee waar je je antenne goed voor uit moet hebben staan om dat te vinden. En het moet je ook maar net lukken gewoon op zo'n plek om dat te fotograferen. En dat is wel uitgekomen. En ook dit is natuurlijk een vormfoto. Qua vorm optimaal gebracht met heel veel nadruk op verticale, horizontale en op ritmes. Ritmes in die poppen, ritmes in die mensen. Weliswaar enigszins gebroken, maar dat maakt het ook wel weer speels. En dus qua vorm zowel als inhoudelijk wordt hier het spel wel uitgespeeld. Dit is ook een wat inhoudelijker foto. Een foto waar het wat minder om de vorm gaat. En hier gaat het echt wat minder om de vorm. En wat meer om het verhaal. Je ziet hier daar hele gestileerde poppen staan met dames. Daarachter lopen ook nog mensen langs. Het is allemaal helemaal op zijn paas best, om het maar zo te zeggen, in die etalage. En dan zijn er wel van die kinderen die dat hele paasbestgevoel en dat geperfectioneerde etalagewerk gewoon heerlijk verstoren door daar te gaan zitten iPadden. Dat is het volgens mij. Beetje game of muziek maken of weet ik wat. En dus het zijn eigenlijk een soort, hoe moet je het zeggen? Saboteurs eigenlijk. Ze saboteerden het etalagewerk een beetje. En ja, dat is een leuk aspect in zo'n thema, om dat te pakken. Hier vergelijkbaar. Een vergelijkbaar verhaal. Allemaal poppen met prijsjes erop. Eentje niet. En dat is ook geen pop, dat is gewoon een mens. Zitten verstopt in deze foto, hebben we gewoon nog een echte vrouw zitten van vlees en bloed. En daar staat geen prijs op. Dus het is ook allemaal nog eens een keertje heel symbolisch in deze foto. En dat is dan weer iets van wat in deze foto bijvoorbeeld meer speelt als in de vorige twee, die symboliek. En daar zijn het meer een soort signaleringen waar je dat verhaal uit haalt. En het is gewoon goed gedaan. Die vrouw is echt prachtig verstopt in het geheel. En het is qua vorm ook wel een gave foto. Gaaf gedaan met dat steeds weer terugkomen. Dat ritmische van al die gezichten. Verdeeld over het beeld. Dus zowel inhoudelijk als qua vorm interessant. Ja. De echte wereld en de nepwereld. De pop met de jas en de skispullen aan. En de man met de skispullen aan. Ja, ga maar vergelijken. Het heeft ook wel een beetje wat een knipoog idee, deze foto. Dat is natuurlijk leuk. En dat is gaaf. En dat ga je vanzelf doen. En ja, het is de gewone wereld en de geperfectioneerde mediawereld als het ware. Het is dan wel eens geen media, maar ja, misschien kun je een etalage ook als een medium zien. En ja, dat wordt hier een beetje tegen elkaar gezet. Zit er ook nog een beeldje van een hond tussen. Maar die doet aan dat verhaal eigenlijk niet zo heel erg mee. Maar het is een leuke
bijrol, om het maar zo te zeggen. Hier mensen die zitten, dit is eigenlijk een beetje een variant van die mensen buiten en binnen die elkaar aankijken. Deze twee die doen dan, doen eigenlijk ongeveer hetzelfde. Die poppen, die lijken te zitten in het lijstje. Ze staan, maar ze staan in een groep en ze staan te relaxen. En die mensen die zitten te relaxen ervoor, om het maar zo te zeggen. En het is voor mij eigenlijk één groepsfoto. Heb je ook nog allemaal afgebeelde dingen in het beeld. Nou, dat hoort natuurlijk ook. Hè. Het gaat om de etalage als geheel. En dan heb je eigenlijk gewoon drie manieren waarop je mensen kunt zien. Afgebeelde mensen, nagemaakte mensen, echte mensen, maar die zijn dan ook weer afgebeeld. Dit is echt een stijlfoto. En daarmee qua vorm ook een hele gave. Je zit hier naar een etalage in een bepaalde stijl te kijken. Hele chique mensen in die poppen in die etalage, allemaal gala. En die dame die daarvoor staat, was helemaal in dat plaatje, zou best in die winkel kunnen werken. Denk je dan haast, zou ook zomaar kunnen in de pauze. Maar het paadje in de etalagewereld en de echte wereld, die vloeien hier gewoon heel erg echt geweldig samen qua stijl. Ja, prachtig, prachtig plaat. Goed, dan gaan we, ik zal ze nog even in overzicht laten zien als we afsluiten. Dan zien jullie van hoe dit, hoe dit bij elkaar werkt. En als je dit allemaal naast elkaar ziet, is het niet dat geïntegreerde geheel wat we bijvoorbeeld net bij genegenheid zien. Hier wordt het allemaal een ander spel gespeeld. We gaan door naar de volgende. Mens en rivier. Ik zie nog een vraag doorkomen over de vorige serie. En dat gaat over licht en donker. Licht, donker, wit, balans, contrast. Dus ik haal hem nog even terug en dan kijken we daar nog even kort naar. Wat vindt de jury van licht, donker, wit, balans, contrast in deze serie? En als je op die manier naar die foto's kijkt, dan zie je, aan de ene kant zie je het een beetje uiteenwaaieren. Dit is niet op witbalans bij elkaar gezocht. Hè, want je hebt hier bijvoorbeeld die foto met die lampen. En hier heb je ook een foto met heel veel kunstlicht. En verder zijn hier ook. En verder zijn het neutraal getrokken foto's. Dus dat is allemaal verschillend gedaan. Dat is allemaal geen team effort geweest, maar persoonlijke efforts van die mensen om dat gelijk te krijgen. En kijk je naar licht, donker en contrast, dan zie ik eigenlijk ook wel grote verschillen. In ieder geval in die zin dat ik denk van ja, dit is iedere fotograaf solo. Het is geen a cappella, om het maar zo te zeggen. Dus wat dat betreft blijf ik op dat spoor zitten, wat ik net zei, dat ik wat in die groep met genegenheid, is het meer a cappella als dat het in deze groep is, bij deze club is gedaan. Ik ga door naar Mensen en Rivier. En kijk naar deze foto's. En je ziet verschillende beelden, maar ook een bepaald idee gewoon iedere keer terugkomen. En dat zie je meteen in de eerste foto. Dus ik ga het even laten zien. Je ziet heel veel foto's van mensen die als het ware naar het beeld kijken of naar de wereld kijken, de wereld beleven, die de fotograaf precies laat zien. Hier kijkt iemand als het ware, de fotograaf kijkt hier over de schouder van iemand mee die naar een rivier kijkt met een pond. Gefotografeerd met een grijs filter, dus die persoon die heeft heel lang stilgezeten. Maar je ziet die pont bewegen, je ziet het water bewegen en het is mistig. Hele mooie visuele dingen in die foto. En
Ja, die persoon die kijkt daarnaar. Het is een fraai uitgevoerd beeld. Dan kijken we naar deze. Dan zien we ook weer een foto met een langere sluittijd. Niet zo lang als bij de vorige. Waarbij je een hengel als het ware ziet bewegen. En ook hier is het, de fotograaf geniet van het landschap. En de persoon in de foto geniet ook van het landschap. Je hebt een foto van iemand opgenomen in het landschap. Hier is gespeeld met kleuren en tonen in deze foto, waardoor die niet helemaal naturel is. Hij wordt een klein beetje groezelig, waarbij ik bij dat groezelige denk van ja, het geeft de foto ook wel iets wilds. Het valt niet negatief uit. Dit is een ander soort foto. Ja, ergens ook weer wel. Is die vergelijkbaar met de vorige? De vorige twee foto's zag dat die persoon was echt een persoon in het landschap. Hier is vooral landschap met de figurant erin. Die fietst dan rond. Maar ergens is het ook weer dezelfde aanpak, hè? Zelfde manier van omgaan met het thema mensen en rivier. Ook hier zijn de registers opengetrokken. Het is een tegenlichtfoto met heel warm licht. Met een kleureffect wat ook verloopt door de foto heen. Want aan de linker in onderhoek is het beeld anders qua kleurzweem als in de rechterbovenhoek. Dus daar wordt mee gespeeld. Hè. Er is echt een sfeerplaat van gemaakt. En dat zien we bij de vorige foto's eigenlijk ook. Hè. Het gaat allemaal, sfeer speelt een hele belangrijke rol. Ook hier hebben we een fietser. Pont erbij. Deze pont hier speelt geen beweging in. Hè, dus het is weer allemaal gedaan. Fietser gaat de pont op. Deze fotografe is wat meer bezig met het verhaal, hè, van wat met de activiteit, de actie, hè, van wat er gebeurt, dan met het landschap zelf. Dit is wat minder een landschapsfoto en wat meer een verhalende foto geworden. In die zin wijkt hij een beetje af van het algemene gevoel bij de vorige foto's. Ook hier een visser met een brug en een geweldige tuin. Precies op het moment dat die foto gemaakt is, gaat daar een trein over die brug heen. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon proberen gewoon, hem op zijn staart te trappen, om het maar zo te zeggen. En dat is ja, goed gedaan. En doet een beetje denken aan een hele oude klassieker uit de 19e eeuw, waarbij een wandelaar, een koets en een trein tegelijkertijd op een brug te zien zijn. En ja, dat effect zie je hier ook een beetje in dat dubbele, hoewel je niet al die transportmiddelen dubbel ziet. Is het wel een foto waarbij twee activiteiten gecombineerd worden? En ook hier weer wijd uit landschap dat in zijn glorie wordt gebracht. Hier iemand die met een pontje oversteekt. Pontjes hebben we. Is foto 3 met een pont. Dit is een heel ander soort natuurlijk als dat we bij die vorige hebben gezien. Wordt heel mooi gespeeld met coulissen. Je zit hier te kijken naar. In dat riet moet je dan naar kijken. Hè? Toefje riet in de voorgrond, toefje riet rechts. En daarachter nog rietpartijen. En je wordt als het ware gewoon via dat riet. En dan word je door de foto heen geleid. En dan kom je uiteindelijk bij die boom terecht. En passeer je ook nog een keer die persoon op die veerpont. Dus hele slim gemaakte foto met een compositie-idee wat heel oud is, wat door schilders heel erg bewust wordt toegepast. En ja, in de fotografie vaak onbewust wordt meegepikt. En ja, dat zou je wel bewust kunnen doen. Gewoon op deze manier compositie kunnen maken. Hier ook weer persoon, actie in het landschap. Wordt een steen gegooid. Geweldig qua toon. Heel erg mooi en qua kleuren. Prachtig qua silhouetten. Alles wordt hier in deze foto in silhouetten gezet.
En dat meisje, die brug, die pier met die paal erop. Het zijn allemaal sterke silhouetten. Silhouetten die echt goed werken. Silhouet moet echt uitgesproken vormen hebben om te kunnen werken. En dat heeft deze fotograaf heel erg goed begrepen. Ik denk dat dit de laatste is. Nee, dit is de laatste. Ja. En dat past dan eigenlijk wel een beetje in het beeld. Dit is een fotograaf die de fotograaf kijkt mee met een andere fotograaf. En zo wordt het spel hier uitgespeeld. Ik zit me bij deze groep als totaal. Wacht even, dan doe ik even wat fout. Ik kan het beter zo doen. Even weer allemaal zien. Zit ik een beetje te twijfelen. Is dit nu heel erg gecoördineerd? Is alles hier afgesproken om dat zo te doen met mensen precies in die rol, in die landschappen? Of is dit gewoon ja, een idee wat gewoon algemeen is ontstaan en blijkbaar de manier leek om uit te voeren bij dit thema? Het was voor ons niet helemaal duidelijk van hoe dit heeft gewerkt. Ik ga door naar de volgende. Top 3 sla ik even over, want dat is natuurlijk een geheimpje voor zo, hè? Dat begrijpen jullie. We komen nu op het thema vakantie. Daar hebben we ze. En deze foto's die suggereren een hele bijzondere samenwerking. Want bij een deel van de foto's heb ik het idee dat fotografen andere fotografen op de foto zetten. Of in ieder geval, ja, laat ik het zo zeggen. Dit hele idee, hè, van deze wedstrijd gaat heel erg over van, ja, wij fotografen werken normaal gesproken individueel. Hè, wij doen onze dingen alleen, dat zijn we gewend. En nou is het ineens een groepsgebeuren. Hier, met dit thema, ga je gewoon met z'n allen aan een thema aan het werk. En dan kun je dus, dat kun je gewoon heel individueel in de groep doen, wat we gezien hebben bij een aantal clubs. Maar je kunt daar dus ook heel erg verder in gaan en bij wijze van spreken gewoon met de groep foto's gaan maken. Nou, deze serie die suggereert heel erg sterk dat bij een aantal foto's dat het gedaan is. En bij een aantal foto's van dan zie je misschien geen groep mensen erop, maar één andere persoon, dat daar ook gewoon mensen als het ware koppels hebben gevormd bij het maken van een foto. We gaan eens even naar deze eerste foto kijken. Dit suggereert toch heel erg sterk samenwerken. Jullie mogen dat zeggen, hè, van die club. Dan zie ik dat wel als ik dan de tijd heb om het even te lezen. Dan kom ik dat tegen. Ik heb het idee dat jullie er gewoon een uitje van hebben gemaakt en gewoon samen die foto's zijn gaan maken. En dat dit daar een voorbeeld van is. Hè, van waar je dat in ziet. Prachtige auto. En ja, een helemaal geënsceneerd beeld. En waarbij ja, lifters, auto's vol, kun je niet meerijden, een verhaaltje wordt gesuggereerd. Kijken we naar de volgende foto. Hetzelfde effect, dezelfde auto, ook helemaal vol. Ja, hoe pas je er allemaal in? Steek nog een voet uit. Waar moeten we heen? Hè, iedereen kijkt een andere kant op en is op een andere manier aan het navigeren. Moderne manieren, ouderwetse manieren, kompassen, landkaarten, GPS-apparaten. Je ziet alles terugkomen. Hier een foto van een verregende vakantie. Hier ook een foto van iemand met ontzettend pech weer op vakantie. Hier is het helemaal misgegaan met met het skiën, of het gaat mis met het skiën. Skiën in de modder, of achteraf de effecten van skiën in de sneeuw. En ja, wat doe je dan nu in de modder? Zo'n soort verhaal. En ja, hier gaat het helemaal mis met de bagage. En hier probeert iemand thuis
vakantie te vieren. Er wordt hier heel erg gespeeld met het cartoon effect. Dit lijkt een beetje op de lachplaatjes in kranten en tijdschriften. Dat is eigenlijk... Doe ik weer het verkeerde met de knop? Moet dit doen. Dat wordt een beetje uitgespeeld. Het humor speelt hier een hele belangrijke rol in. En dit zijn gefotografeerde cartoons, zou je kunnen zeggen. Er is een heel moeilijk ding aan. Als je dit als fotograaf doet... humor is blijkt, is heel vreemd, maar ga maar eens kijken. Ga maar eens een beetje rond je heen kijken naar foto's met, waar je om kunt lachen. Het blijkt heel erg moeilijk goed te doseren. Het is heel vaak te veel en ook heel vaak te weinig. En het is heel erg moeilijk om gewoon net genoeg zoveel humor erin te stoppen dat het genuanceerd is. En hier zit zoveel humor in, hier is het zo sterk gespeeld, dat de nuance in deze serie als het ware weg is. En het acteerwerk en het samenwerken is een geweldig idee. Ik vind dat echt top dat het gedaan is, als dat ook gedaan is bij deze, maar die suggestie zit er zo sterk in. Het idee is geweldig, maar de uitvoering, die laat eigenlijk een beetje te wensen over. Het is bij deze foto's, acteren en regisseren is gewoon echt heel erg lastig om dat goed te doen. En bij een deel van deze foto's, is dat ook gewoon net niet helemaal goed uit de verf gekomen? Is het, het is een beetje, hoe moet je het zeggen? Het is een beetje houterig geworden. En ik denk dat houterig het goede beeld is. Houterige acteerwerk en regie. En daar kunnen jullie niks aan doen, want je probeert het ook maar eens een keer. Maar dat voel je wel. En uiteindelijk, we zijn gewoon streng geweest, gaat dat in de beoordeling gaat dat wel meespelen. En er zitten ook foto's bij die qua acteerwerk gewoon heel gaaf zijn. Deze is bijvoorbeeld best aardig. Deze is top. En ik vind dit hier ook gewoon de hoeveelheid, de dosering van de humor ook best goed. Maar het acteerwerk is niet overdreven, is precies goed. En hier is het een tikkeltje overdreven, maar niet over het randje, om het maar zo te zeggen. Dit is ook heel erg, gewoon op een manier gedaan dat ik denk van, zo voelt het fijn. Dus bij deze club, die heeft van ons, krijgt superveel sympathie en ook extra punten op dat ze zover zijn gegaan. Dat ze dit zo hebben aangepakt. Maar ze verliezen ook weer wat punten op de uitvoering. En dat heeft denk ik toch vooral gewoon met ervaring en routine in het acteren en in het regisseren te maken. Ja. Alle dingen moet je leren, om het maar zo te zeggen. Goed. We gaan naar Vanitas. En Vanitas is, ik lees het even voor, want Monique die heeft dat opgezocht. Het is Vanitas is een klassiek thema in de schilderkunst. Het is een onderwerp wat heel erg vaak terugkomt en wat, als je naar oude schilderijen gaat kijken, wordt heel veel gespeeld met de symboliek rond Vanitas. Er zijn een aantal dingen die in de oude schilderkunst telkens terugkomen. En die Vanitas is er één van. Maar goed, ik had beloofd van waar staat het nu voor? Het is een thema uit de kunst. En het bestrijkt het gebied van ijdelheid, leegheid, tijdelijkheid en de zinloosheid van het aardse. Dus deze fotoclub die heeft als
Ja, gewoon een oud schildersthema. Wat ook heel erg veel in schilder Gouden Eeuw stillevens is gebruikt. Als onderwerp genomen en is daar ook stillevens in gaan maken. En we gaan even kijken. En dit zijn dus stillevens waarbij je naar de voorwerpen, de dingen die je in beeld ziet, mag je daar een symbolische waarde aan geven. Zo werd het in de schilderkunst gedaan en de suggestie is ook dat je dat zo in die foto's kunt gaan bekijken. Ijdelheid, maskertje, vergankelijkheid met die vliegen, spinnen op dat eten. Allemaal dingen die rond dat thema spelen in een stilleven. Hier ook zie je ook ijdelheid, Chanel, die veren, een soort pauwenveren. Veren, mooie veren staan sowieso voor ijdelheid. Edelstenen, maar ook een citroentje erbij. Is ook iets wat je heel veel in de oude schilderijen tegenkomt. Een oester met een parel erin. En dit beeld zit heel erg op die. Dat lexicon, als het ware, die taal, hè, die oude schilders ook gebruikten. En meer dan de vorige ook, gewoon is in zijn opbouw, zo'n lijkt het op van hoe die oude schilders werkten. En hier met spelen met doeken en een bepaalde ja, schwung als daar in die compositie geven. Hè. Dit is, in moderne termen zou je het noemen, dit is. Die stilleven schilders van vroeger, dat zijn eigenlijk een soort super-etaleurs, zou je kunnen zeggen. Ja, wat mensen met een etalage, maak, opleiding, vandaag de dag aardig konden. Hè, die schilderijen die van vroeger overgenomen zijn, waren lui die dat zichzelf hebben geleerd, die daar ongelooflijke talenten voor hadden. En dat etaleerwerk zit eigenlijk in dat vorige beeld en dit beeld ook, waarbij het bij dit beeld iets klassieker is als in de vorige foto. Hier ook weer heel veel ijdelheidssymbolen, maar ook een handje van een geraamte erin. Kijk je naar het totaal van de dingen die je ziet in dit beeld, is dat handje van dat geraamte. Geeft het net een sfeer de andere kant op en verpest het eigenlijk het dansje voor die andere dingen. Zonder dat handje was deze foto subtieler geweest en had het ook in binnen dat thema nog goed gewerkt. Dus mooi gedaan met die achtergrond en ook mooi licht erin. En kijk naar bijvoorbeeld naar het licht op die kraaltjes en dan krijg je ook meteen het gevoel van de dingen waar die Gouden Eeuw schilders vroeger op kikten. En daar zitten een aantal aspecten, heeft deze fotograaf ook een goed gevoel voor en meegekregen. Maar zover als die schilders van vroeger gaat het nou ook weer niet, want kijk naar zo'n schaduwtje hier. Hè, dat soort schaduwtjes, dat hadden die schilders nooit gedaan. Maar ja, je moet wat op, dat is ook fotografie. En wat dat betreft hebben schilders ook de vrijheid. Hè? Als je naar die oude schilderijen gaat kijken, dan zie je soms drie, vier verschillende soorten licht die eigenlijk in werkelijkheid nooit bij elkaar hadden gekund gecombineerd. En dat zie je bij portretten van Rembrandt ook. En dan zie je hard licht, maar dan zie je dat het gezicht ineens in heel zacht licht staat, dat soort zaken. Dus die schilders van vroeger die hadden daar ook veel meer vrijheid in. Dit is ook qua vorm en qua opzet wel een hele verrassende foto. Dit is de stijl van de oude meesters wordt hier eigenlijk best wel ver losgelaten, terwijl die tegelijkertijd ook nog omarmd wordt. En ja, dan heeft zo iemand toch aardig zitten broeden op gewoon dat stijlgevoel en is er zijn eigen kant mee opgegaan. Dat vonden wij dus, waar we heel erg over te spreken, wat we ook hebben gewaardeerd in de scores bij deze foto. Wat zie je er allemaal op? Je ziet de beeldjes op, horen dus overvloeds. Je kunt dat soort dingen kun je allemaal inlezen. Sommige van die dingen hebben wij paraat. Een hele hoop van die dingen zijn we ook vergeten. Er bestaan gewoon boekjes voor. Hè? Je kunt boekjes kopen
waarin als het ware als in een soort woordenboek de symboliek van de oude schilderijen van vroeger wordt verklaard. Dus je zoekt horen op en dan lees je gewoon overvloed en al die dingen die lees je erbij. Ik heb er twee van in de kast staan hier. En daar werken de kunsthistorici en alle analytici die met die schilders kunst werken, die werken ook met dat soort dingen. En die breiden dat soort boekjes ook uit. Een heel ander soort opzet, hè, want hier wordt de hele vormgeving van vroeger, die wordt hier eigenlijk een beetje losgelaten. Het enige van wat daarvan overblijft is het donkere. En wat je in Gouden Eeuw schilderijen ziet, je ziet wel een aantal thema's terugkomen die je in oude schilderijen ook ziet. Een geschilderd citroentje, een glas dat ligt, dus in dit geval zelfs ook gebroken, en een pauwenveer. Maar hier zit bijvoorbeeld een beeldje van een hertenkop in. En dat zou je natuurlijk op zo'n schilderij niet zien. En het is bijna met een groothoek gemaakt, wat helemaal niet het perspectief is waar de oude stillevensschilders vanuit werkten. Maar ja, we hebben als fotograaf natuurlijk alle vrijheid. We kunnen doen wat we willen. Dus we kunnen het ook gewoon zo aanpakken. Hier is er eentje in zwart-wit. Een gave compositie. Die langzaam toewerkt richting links. En in allerlei aspecten wordt dat ook uitgespeeld. Liggend glaasje, liggende bloempjes. Die allemaal wijzen naar links die krant. En het wordt ook steeds allemaal steeds hoger. En er zit een soort doodskopje in. Vergankelijkheid. Sterke drank en een avocado, daar snap ik niet direct de functie van, maar misschien kan de maker dat in de stream erbij zetten. Een klok, een kan een vaccinelichtje en kaars, hè, worden heel vaak gebruikt om de tijdelijkheid van dingen aan te geven. Dus ja, gespeeld met de oude symbolen, de oude symboliek, op een net iets andere manier. Waarbij de kleur ook is losgelaten. Hier vergelijkbaar spel met symboliek, klok, een doodshoofd met een heel ijdel brilletje op en... ja, de vergankelijkheid zit hem ook in die rat die je in de achtergrond ziet. Dus iemand die heel erg veel interessante paraphernalia tot zijn of haar beschikking heeft. Of ontzettend goed geregeld en gezocht heeft. Staat hier nogal wat op aan interessantigheden op deze foto. En qua kleur heel mooi licht. Qua lichtkwaliteit... Soms heel gaaf en soms ook net een tikkeltje aan de harde kant. Het is ook echt wel een beetje fotolicht van wat in deze foto zit. En alles bij elkaar had dit nog beter gewerkt. En nog meer in de sfeer gezeten van de schilders van vroeger. Als de fotograaf net even een stap naar achteren was gegaan en niet had ingezoomd. Deze foto die vraagt, deze compositie vraagt om net wat meer ruimte eromheen. En het is een beetje volgepropt zo. Nou, heel mooi, hele moderne aanpak. Glazen erin, optische effecten met bollen. Optische effecten werden heel soms vroeger ook meegewerkt. Vertekeningen sowieso, in oude stillevens af en toe. En je wordt heel erg gespeeld met de vergankelijkheid van die bloem. Je ziet, bovenin zie je de bloem nog heel en onderin zie je het met plaatjes. Veel minimalistischer dan de rest van de beelden. Maar ja, dat kan ook. Dat zijn de vrijheden die je hebt. En je hoeft je helemaal niet in die oude tradities te voegen om goede beelden te gaan. Deze fotograaf heeft het gewoon op zijn eigen manier gedaan. Goed. Hier het verkeerde knopje. Wanneer leer ik het nou eens? Ja, hier zie je ze allemaal bij elkaar. Algemene indruk van dit beeld. Deze fotograaf heeft zich een heel kranig en hoogstaand doel gesteld. Deze club. En had de lat enorm hoog gelegd. En dat is hartstikke goed. Dat is gaaf. Dat waarderen wij ook. Ik denk wel dat de lat
net iets te hoog ligt. Als je kijkt naar de manier waarop het symbolische verhaal wordt verteld, en je kijkt hoe dat in oude schilderijen gebeurt, dan is het verhaal vaak daar net wat afgewogener en ronder als in de meeste foto's hier. Kijk je naar de uitvoering, het etaleren bij wijze van spreken en het uitlichten, dan hebben de oude schilders en de hedendaagse stillevenfotografen, die weten gewoon hoe hoog de lat is en hoe ontzettend ze hun best moeten doen en hoe sterk ze alle registers moeten opentrekken om nog maar een beetje aandacht te krijgen van mensen. Mensen gaan altijd voor foto's waarop dingen gebeuren, bewegende dingen te zien zijn, actie is, dat soort zaken. Foto's met mensen erop, schilderijen met mensen erop, met dieren erop, eventueel met watervallen erop, krijgen allemaal vanzelf meer aandacht als een stilleven. En dat hebben stillevenmakers, of ze nou fotograaf zijn of schilder zijn, altijd beseft. En daardoor alle registers opengetrokken. En wat je krijgt is dat de schilders van vroeger, net zo goed als de stillevenfotografen van vandaag de dag, vreselijk veel moeite en tijd in een stilleven steken. Een stilleven kan gewoon rustig 2-3 dagen kosten, zo niet langer, met herschikken, kijken, broeden erop, wat kan er beter, wat is het nou toch, dagje laten staan, toch weer door, dat soort zaken. En dat zie je in die wereld, zie je dat heel erg veel gebeuren, en daarmee ligt de lat verschrikkelijk hoog. Dus het is heel erg moeilijk om dat even te doen. Als je dat als fotograaf als zijstapje doet, dan zie je dat eigenlijk gewoon meteen, omdat de specialisten zo overweldigend goed zijn, moeten zijn, om gewoon in dat vak als het ware, of in als kunstenaar daarin te overleven. Het is gewoon super moeilijk. De lat ligt super hoog. Ja! Dan hebben we alle foto's gezien, mensen. En nu wordt het tijd om gewoon eens te gaan kijken naar hoe het zit met welke club gewonnen heeft. En hoe zal ik dat doen? Ik kan eerst de winnende club laten zien of ik kan eerst de winnende foto's laten zien. Laat ik dat eerst doen. Houden we dat met die club nog even spannend. We gaan naar de winnende foto's toe. En dan komen we, jullie zien er nu twee, op deze drie foto's uit. Dit zijn de foto's die van Monique en mij gezamenlijk de meeste punten hebben gekregen. We hebben alle twee apart ook weer foto's. Weet je al, die heel hoog in de punten vallen, die dan weer toevallig niet door anderen gewaardeerd zijn. Ja, zo gaat dat, hè, als je een tweekoppige jury hebt. En dit is eruit gekomen en dan gaat het in de volgorde van 3, 2 naar 1, van links naar rechts. En dat zie je ook, 3, 2, 1. Dus Brigitte heeft de winnende foto gemaakt. Met haar montagebeeld. Waarbij iemand als het ware, misschien is het zelf wel, gewoon uit hun hoofd naar weg loopt. We hebben het over alle drie deze foto's uitgebreid gehad. Jullie weten ook dat er andere foto's zijn waarin wij heel erg door gefascineerd waren en heel erg veel zagen en waar we erg onder de indruk waren van het creatieve proces van wat bij die fotograaf aan de gang is geweest. En jullie kennen het verhaal, hebben het verhaal van deze foto's ook gehoord. En wat bepaalt dan die top 3? Deze foto's zitten super dicht bij elkaar wat betreft de waardering. Deze foto was de favoriet van Monique. Dit was haar nummer 1. En dit is geen vormfoto, want dit is gewoon puur op de signalering en het inhoudelijke verhaal
van wat deze fotograaf wil vertellen met al die nuances over vrijheid erin. Wordt hier gewoon echt iets verteld van, ja, wat je niet verwacht bij dat thema. Dus echt heel erg goed. Kijken we naar dit beeld. Ja, dat is natuurlijk prachtig uitgevoerd. En dit is qua, dit scoort zowel op vorm als op inhoud. He, met dat hekje open, met die hekken erachter, wordt die inhoud heel erg gelaagd, om het maar zo te zeggen. Maar het is ook gewoon een hele mooi gemaakte foto. He, je ziet daar die rietjes bijvoorbeeld, heb ik nog niet eens over gehad, straks voorin liggen. En dan zie je gewoon dingetjes, sprietjes uit dat koortje steken en je ziet die gebogen ijzertjes in die vormen. En dat zit ook een soort beeldruim in, dat hoort allemaal bij elkaar. En ja, dat hele spel wordt gewoon heel mooi uitgespeeld. Gewoon een ja, gaaf verhaal, gave foto, om het maar zo te zeggen. En hier is dat ook zo. Gewoon heel erg mooi uitgevoerd. Mooi beeld. En een goed en gelaagd idee. Komen we nu op de clubs. Goed. Ik zal eerst even de top 3 geven van de clubs. Dit is de top 3. In de top 3 zitten Vanitas. Daar zit. Wacht even hoor. Genegenheid in. En er zit bevrijding in. Dat zijn de clubs die bij ons het hoogst hebben gescoord. En jullie weten aan de hand van het verhaal ook waarom wij dat vinden. Dat. Waarom deze clubs deze waardering hebben gekregen. En uiteindelijk met een hele nipte voorsprong op genegenheid of op bevrijding is genegenheid deze club, sorry, gaan we weer, is de nummer 1 geworden. En dat heeft te maken met, ik zal eventjes ze allemaal nog laten zien. Oh, deze klik ik even weg. Oh, zo krijgen jullie ze ongeveer te zien. Ja, dat heeft te maken met, deze club springt eruit door dat a cappella gevoel van wat we in deze serie zien. Samen de sfeer aangevoeld, samen de stijl aangevoeld, samen de nuance in de psychologie van die genegenheid. Hè? Dat precies van, hé, hey, dat willen we pakken in die genegenheid. En dat wordt ons precies het thema. Hè? Die term is globaal, maar daar punten we ons naartoe. Ook heel erg goed aangevoeld. Hè? Dit is prachtige samenwerking. En dat is iets van wat in die score voor deze club, los van de kwaliteit van de foto's, want die is ook al, jullie hebben gezien dat de top 3, die kwamen elders vandaan, die kwamen eigenlijk allemaal uit het thema bevrijding, dus de losse foto's. Maar de manier waarop deze mensen in dezelfde geest werken, is eigenlijk de reden geweest dat, dat deze club nummer 1 is geworden. En daarmee feliciteer ik ze, ook namens Monique. Gefeliciteerd met deze prachtige serie. En voor die andere clubs, ja, goed gedaan en in sommige gevallen geweldig gedaan. Maar ja, er kan er natuurlijk maar eentje de winnaar zijn. Ik kijk nog even heel erg goed kort naar de opmerkingen, want ik heb jullie opmerkingen geconcentreerd op de foto's toch een klein beetje laten zitten. Dus ik kijk nog even voor wat ik voor zie staan. In hoeverre doen de fotoformaten mee in de waardering van een serie? Dat is wel een interessante vraag, want dit is een digitale wedstrijd. Wij hebben deze foto's digitaal beoordeeld, dus naar de echte formaten kunnen we niet kijken. We kunnen alleen kijken naar
de verhoudingen in het beeld. Hè, een foto kan panorama zijn of vierkant, daar is eigenlijk nooit voor gekozen. Het zijn allemaal rechthoekige foto's. Dus eigenlijk valt het formaat een beetje weg. Betekent dat dat formaat onbelangrijk is? Nee, als je gaat printen of foto's op een website plaatsen of weet ik wat, of in een blad of ga ze maar door, dan speelt formaat een heel erg belangrijke rol en kun je daar echt gewoon weer een extra verhaal mee vertellen. Maar ieder medium heeft zijn eigen zwakke punten, zijn eigen sterke punten en hier spelen die zaken als fotoformaat, die spelen eigenlijk kunnen geen rol spelen. Laten we daar op houden. Dit is ook de laatste vraag die ik beantwoord. Want we zijn anderhalf uur aan het praten. En ik had me van tevoren bedacht van ja, als ik een avond voor een groep sta, dan kan ik best wel een beetje lang kletsen. Maar om je aandacht erbij te houden, terwijl je thuis achter de computer zit, is toch een stuk lastiger. Dus ik moet het maar wat korter doen. Ik had eigenlijk een uur gepland en dat is nu anderhalf uur geworden. Dus voor de ongedurigen onder jullie, excuses. En voor de mensen die het tot het laatst hebben volgehouden, hartelijk bedankt voor jullie volharding. En hopelijk tot ziens.